Met Bas, ik wil niet op de vlog. Wat verder kan met opruimen of een stukje klussen. Vandaag is de eerste zwemles met kleren aan. Dat vind ik zo leuk. Echt wel spannend. Ook voor haar. En omdat ik de auto niet heb, kan mijn moeder mee. Dus dan kan oma ook gelijk kijken. Dus dat is voor haar leuk. Dus ja, gelukkig gaan we kunnen regelen. En het is eigenlijk nog extra leuk zo ook. Zo, fietstocht overleefd. Lekker thuis, ik ga even wat dingetjes opruimen. Die meiden hebben weer een lekkere rommel gemaakt vanochtend. En even een wasje draaien. En dan mag ik zo alweer naar de overblijf. Maar ik vind het wel even lekker. Even buiten met de kinderen. Vorige week had ik onderbouw, dus nu sta ik met de grotere kinderen bij Sarah op de klas. Dus dat was wel... Wel leuk. En al die verhalen, vooral van die meiden, echt helemaal geweldig. Maar goed, ik ga even wat doen. Nou, we zitten in de auto onderweg naar zwemles. En we zijn sommen aan het doen met Sarah. Dus om het vooral leerzaam te houden. En Sarah gaat zo voor het eerst zwemmen met haar kleding. En iedereen valt stil. Ik heb gewoon een oud shirtje en een legging. Eigenlijk mag je niet afzwemmen met een legging, maar ik denk voor de eerste keer doe ik gewoon lekker wel een legging. Dan kan je eerst wennen. Je gaat nu toch nog niet afzwemmen. Dus ik vind dat gewoon mooi om even mee te beginnen. Voor de allereerste keer. Ik ben thuis en gelijk aan het koken. Sarah is nog even aan het buitenspelen. En ik heb deze binnen. Mijn foto's die ik besteld had. Mega blij weer mee. Dan kan ik weer heel hard aan het werk. En van Pixum, ik bestel daar echt al jaren mijn foto's en ik ben er altijd zeer tevreden over en ook fotoboeken en noem maar op. Ik zie er wel tegenop om weer alles uit te gaan zoeken, maar goed, dat is een zorg voor later. Voor nu ga ik meer zorgen om het eten gewoon op tafel te krijgen. Sarah en ik hadden allebei honger, dus ik ben wel blij dat ze nu even buiten speelt eigenlijk. Dan is ze een beetje afgeleid over half hoofd. En ik ga even kijken of ik morgen het bed eventueel in de slaapkamer toch vast neer kan zetten. Ik denk, gooi de planning toch weer om. Want het duurt te lang en ik wil echt, echt van die zolder af. Nou, ik weet nog niet of me dat gaat lukken. Maar we zien het wel. Het eerste zorg dat ik die doos boven ga krijgen. Dat gaat denk ik ook nog een dingetje zijn, want ze zijn echt loodzwaar. Ik ben Mens Erger niet aan het spelen. Met Bas, ik wil niet op de vlog. En ik ben aan het winnen. Alweer. Vorig potje heb ik te erg gewonnen. Maar dat ging nergens meer over. Dat vond ik zelf ook niet leuk meer. Ik bleef alleen maar goed gooien. Dat ging niet om het echt. Nee. Oh, dat ging niet om het echt. Ik heb gewonnen, dus dat was nep. Dat was gewoon... Eén had je. Ja. Nou, dat was even een gezellig avondje. Ik ga nu lekker mijn bedje in. Lekker slapen. En het is vrijdag, dus Sarah ligt lekker bij mij. En dat vind ik echt altijd wel heel fijn. Gewoon één keer in de week. Dat ze lekker bij me ligt. Lekker knuffelen. Zeker als ik nu alleen even weer slaap. Dan is dat wel heel fijn. Ik wil in ieder geval bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Een duimpje achter te laten. En reageren kan soms hier. En anders op mijn Facebookpagina Mama Pakken. Of op Instagram. En dan zie ik je morgen. Doei doei.